Goedendag iedereen te Kloosterzande. Ik ben hier aan de locatie van de sportvelden, tennisvelden, zwembad De Honte. Een bijzonder mooie plaats hier in Kloosterzande. Dus Kloosterzande, 12 kilometer van Hulst. Is ook wel vlot te bereiken. Dus hier een zicht op het zwembad. Een zwembad in open lucht, ook wel bijzonder interessant en leuk. Dan hier de voetbalvelden. En natuurlijk is men bezig hier met een match. Jullie kunnen even genieten van de tennis. Ik ga even verder. Natuurlijk de bedoeling nog even Kloosterzande te ontdekken. Dus ja, hier even verder natuurlijk de Westerschelde vlakbij. Ook Walsoorden aan de rechterkant. Dus het is even Kloosterzande vanuit een andere hoek. Wat er ook interessant is voor de fietsers natuurlijk, is de fietsen Hulst naar Walsoorn en dan volledig de zeedijk doen via Perkpolder tot in Terneuzen. Dat is ook wel een bekende route. Dus hier heb je ook het eindpunt met de bus. Dus de lijn 10 komende vanuit Hulst of richting Hulst. Dus hier is er een halte vlak voor het kruispunt. En dus Walsoorden en zo, 2 kilometer. Of de zeedijk moet dus wel nog te voet doen. Ik zeg, met de fiets is het natuurlijk wel ideaal. Het is natuurlijk een eindpunt om naar de andere kant van Nederland te gaan, moet je via Terneuzen en terug de Westerschelde-tunnel. Er kwam een pracht van een streek. Ik ga even terug op Kloosterzande zelf. Ja, de wind is hier natuurlijk wel aanwezig. Ik kan zeggen een gemiddelde van 3000 inwoners hier. Dat hangt dus ook af van Hulst. Ja, en van de Belgische grens feitelijk 17, 18 kilometer. Hè. Dus zover is het ook weer niet. Natuurlijk, het eindpunt hier is wat vervelend op het gebied dan van mobiliteit. Hè. Ik zeg, je moet toch altijd wel terug richting Hulst. Dan de grens over, of eventueel dus via de tunnel van Terneuzen. Ik ga hier nog even ook mooi deze woonwijk in beeld. Dus ja, naar Hulst 12 kilometer en van Vogelwaarde is het 10 kilometer naar Hulst. Het is gewoon in een andere hoek. Ja, de Kloosterstraat. De verbindingsroute ook veel gefilmd met de streetviews.
Daar heb ik natuurlijk ook wel de gsm-mast dat ik er vorige keer over had, die toch wel redelijk stoort voor het signaal hier en natuurlijk vol met draadloze netwerken. Op gebied van groene omgeving hier. Dus nu ben ik even aan het bekende Marijkeplein. Dus groene omgeving is hier echt in overvloed. Hè. Ik zeg, ik kan alle kanten uit met je fiets. Dus het bekende Marijkeplein, daar ook met de supermarkt hier voor deze locatie De Plus. In de andere dorpen heb je meestal een Spar. Ook ik zeg hier met deze winkel natuurlijk. Grote supermarkten vind ik persoonlijk wel handig, maar dit hier is ook wel een leuke winkel voor Kloosterzande. Nog een mooi beeld. Ik ga hier nog even het Marijkeplein tonen volledig. We zien nog even daar dus de Westerschelde en dan de linkerkant hier dus verder de route richting Hengsdijk, Vogelwaard en ook dus de mogelijkheid verbinding met de N290 en dan terug Hulst of Terneuzen. Voilà, daar even verder is deze gsm-mast. Ik ben nu en wel wat aan het omzeilen door dus niet direct in de omgeving te zijn, waardoor dus dat ik dan geen storingen heb. Hier ook brede straten. Het is ook opvallend, hè, als je hier een street view maakt van die brede banen. Ja, dat doet zin om erin te springen, hè, in dat zwembad hier. Dat is wel een feit. Ik ben er persoonlijk nog nooit geweest. Het is eigenlijk wel. Ja, soms is het vreemd, hè. Ik zeg, je woont vele jaren in een streek en je kent sommige zaken niet, of je gaat er niet naartoe. Hoe is het hier met de match? Daar hebben we de mobiele PostNL. Allee, met de fiets of met de scooter. En dus ook op bepaalde gebieden rijden ze natuurlijk met de camionetten. Ik zeg, de afstanden zijn soms wel redelijk. Zo, nog een 360 hier. Het kan wel wat schokken, maar er is redelijk veel wind. Dus ik ga even met een pauze ertussen. Het is ook wel terug overwegend bewolkt.
wel prachtig in de landschappen zo. Ik zeg, je kan er gewoon naartoe, naar de Westerschelde. Via de dijk daar, in met de fiets, kan je de volledige route doen. En dan parkpolder en zo, absoluut de moeite. Zo, tijd voor de landing. Zo, beste mensen, tot de volgende keer. Tot meer drone-video's. Je kunt je altijd abonneren. En dan blijft u op de hoogte van de nieuwe, laatste video's. Ik heb hier terug een mooie parking gevonden. Die parkingen zijn wel handig. Zo, beste mensen, tot later.